Tweede kwalificatieronde van de KNVB-beker, waarin IJsselmeervels het opneemt tegen tweede divisionist ACV. In Assen tegen de tweede divisionist, dus de Vogels absoluut niet de favoriet. Dit een goede inzet gelijk van Pascal Huissen, alleen op Jamie Schaap af. Maar de doelman laat gelijk zien dat hij van goede kwaliteit is en redt dat schot. Wat volgt is een corner. Corner kort genomen, richting Boy Spijkerman. Boy Spijkerman met het schot en Boy Spijkerman met de openingstreffer. Het is ACV dat hij hier de leiding neemt. Na een prachtige goal hier van Boy Spijkerman. Ik denk dat Jamie Schaap die bal alleen maar gehoord heeft. Knijterhard binnengeschoten vanaf de 5 meterlijn. En ACV dat hij hier op voorsprong komt. Kan hij zo meer wel eens dan wat terug doen. Korte bal richting Thomas Beekman. Die opent vervolgens naar de linkerkant. Dan is het Bradley Matisse die diep gaat. Matisse met de voorzet. Gelost door keeper Wolfs. En dan is het Beekman die hier voor de 1 tegen 1 zorgt. En doet IJsselmeervals gelijk wat terug. Beekman vaak verantwoordelijk voor openingstreffers dit seizoen. Dit keer slechts voor de eerste treffer van IJsselmeervals. Maar zorgt er wel weer voor dat hij op het scorebord komt. Kan hij zijn mails dan doordrukken. Dikkie Dak zet het op een lopen. Diepe bal naar Afaker. Die vinden elkaar altijd makkelijk. Afaker, schot. Ja, die proberen misschien hetzelfde te doen als Boy Spijkerman. Maar deze had te weinig overtuiging. Zorgvuldig opbouw van ACV vervolgens. Terug naar doelman Wolfs. Wolfs. Korte bal, Banani. Mooi voetbal naam, maar onder druk gezet door Thomas Beek. Want die weet vervolgens ook die bal binnen te houden. Van de groep. Van de groep naar Beers toe. Weer steeds zijn hand op. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. En dan vervolgens de voorzet van Dikkie Dak. Maar die gaat langs anders in iedereen heen. Dan zitten we op slag van rust. Duels moeten we winnen, horen hier vanaf de zijlijn. Het is dit Dikkie Dak. Dikkie Dak met een mooie steekbal daar op Afaker. Maar het schot in de korte hoek zit er weinig verrassing in. Tweede helft dan. Vrije trap van Huissen. Huissen doorgekopt daar. En dan is het opnieuw Boy Spijkerman die daar IJsselmeervals opnieuw op achterstand schiet. Het is de 1 tegen 2. De 2 tegen 1 moet ik zeggen door de vleugelaanvaller van ACV. Die bal hier buiten het bereik van Jamie Schaapkopt. Het zou een fase zijn waarin IJsselmeervals het even kwijt was. Tot opnieuw de overname van ACV. Was het even herorganiseren voor de Vogels. Is dit opnieuw Spijkerman? Spijkerman naar zijn rechter. En de paal. Dat scheelt weinig. Maar het is ACV dat hier even aanzet. En de duel snel op het slot wil gooien. Opnieuw ACV, een minuut later. Komt daar opnieuw Spijkerman in balbezit. Spijkerman met het schot. Rakelings naast geschoten. Maar hij is inmiddels moet wat verzinnen. Daar komen ze weer. Maar dit is een makkelijke prooi voor Jamie Schaap. En kan hij zijn meervoels hopelijk wat meer aan aanvallen gaan denken. Is dit Von Viel ingevallen in de rust voor Gerwin van der Groep. Von Viel legt die bal dan terug. En dan is daar Dikkie Dak. En Dikkie Dak met de gelijkmaker. Doet er eigenlijk precies hetzelfde als in de wedstrijd tegen Harkema Assen Boys. Legt die bal voor zijn linker op de punt van de 16. En ja, ze moeten dan maar mooi zijn bij Dikkie Dak. Scoorde natuurlijk afgelopen zaterdag op die prachtige lof. En deze mag er ook zijn hoor. De vleugelaanvaller die afgelopen zomer overkwam van de treffers. Laat zien dat hij op die vleugel uitstekend uit de voeten kan. En dat betekent voor IJsselmeervals dat het publiek er wat meer achter kan gaan staan. Is dit Thomas Beekman? Thomas Beekman vanaf de rechterkant. Voorzet naar Beers.
Maar Beers komt daar meteen lengte tekort. En is het IJsselmeervels dat ineens wakker lijkt te zijn geworden. Door hier gelijk maken van als het in het dikkie dak. Onder meer ook door wat tactische omzettingen van Raymond Bronckhorst zo vlak na die moeilijke fase. Is dit opnieuw IJsselmeervels via opnieuw Thomas Beekman. Beekman met de lage voorzet. Goede bewegingen daarvan. Jim Beers. En is daar de Vogels. Jim Beers die daar IJsselmeervels op de tweede schiet. En dat gaat vieren met het publiek. Prachtige loopactie daar van de Volendammer spits. Doet er eigenlijk alles goed wat je van de spits zou moeten verwachten. En schiet vervolgens ook onberispelijk binnen. Achter doelman Wolfs. Kan ACV dan wat terug doen. Daar komen ze weer. Dit keer met Zwikstra. Ook ingevallen. Maar die inzet is te zwak. Gepakt door Jamie Schaap. Wel ten koste van de corner, maar daar zou uiteindelijk niets uitkomen. Afakker dan. Zo wordt gecoacht om er langs te gaan. Nou, dat probeert hij dan ook maar. Maar verliest hij wel de bal. Jordi Ruizendaal vervolgens, die ziet daar Jim Beers vrij staan. Die kan nog gepareerd worden. Dan is het de reactie daar de score wordt schiet. Dus het 2 tegen 4 voor de Vogels. En lijkt het met nog 12 minuten de klok. Dat het iemand gespeeld zou kunnen zijn. Dikkie Dak op de volley. Prachtig op de pantoffel. En onberispelijk achter doelman Wolfs. Jim Beers. Flink aanwezig. Tijdens zijn eerste wedstrijd in de basis. In de officiële wedstrijd is dit zwak teruggespeeld door de ACV-defensie. Leidt dat tot een corner. Kort genomen, een variantje. Voorzet dan naar de tweede paal. Ja, daar staat dan Jim Beers. En dan is het helemaal gespeeld, want dit is de 2 tegen 5. Scoort Beers de tweede van de avond. Op de IJsselmeer was absoluut in veilige haven. En daarmee ook naar een plekje in het hoofdtoernooi. Jim Beers was nog even twijfel of het Max van Hees was of Jim Beers. Ze lijken nogal op elkaar, maar dit was duidelijk. Gaat IJsselmeer van zaterdag het kokertje in voor het hoofdtoernooi, want dan wordt er geloot. Laten we hopen op een thuiswedstrijd. Die twee uitwedstrijden in de beker, die geloven we nou wel.